Een van de belangrijkste vragen die de mens misschien altijd zal blijven fascineren is waar we heen gaan na ons overlijden. Mensen geloven in verschillende dingen, maar het kan niet bewezen of ontkracht worden, want we weten het gewoon niet. Voor een jongetje in Dallas was het in ieder geval heel duidelijk wat hij in een vorig leven gedaan had, want hij was piloot geweest. En op de een of andere manier was het verhaal zo overtuigend dat het vandaag als de waarheid beschouwd wordt. Bekijk deze video en oordeel zelf. James Leininger was nog maar een kleine jongen van bijna 2 jaar toen hij last kreeg van steeds terugkerende nachtmerries. Ze waren afschuwelijk, de jongen schreeuwde in zijn slaap en schopte steeds weer heftig met zijn voeten in de lucht. Hij riep dan dingen als "vliegtuig stort neer in brand, kleine man kan er niet uit" en dit gebeurde minstens 3 tot 4 keer per week. Dit verontrustte zijn ouders Andrea en Bruce Leininger enorm. James vertelde hen dan waarover hij droomde, over een moment dat hij in een gevechtsvliegtuig zat en dat het neergeschoten werd en in de oceaan belandde. Hij was dan in paniek en probeerde uit het vliegtuig te ontsnappen door met zijn benen tegen de cabine te schoppen. Maar hij zat gevangen en kon niet aan zijn lot ontsnappen. Hij vertelde tegen zijn moeder: "Mama, de kleine man doet dit." En begon dan met zijn voeten omhoog te schoppen alsof hij vast zat in een pot en het deksel omhoog probeerde te duwen. "Oh, ik kan er niet uit," zei James heel kalm. En zijn moeder was met stomheid geslagen. Ze vroeg hem wie het mannetje was en James antwoordde dat hij het was. Hij zat vast. Het verhaal was steeds hetzelfde en zo levensecht dat James' ouders er de kriebels van kregen. Waarom had hun kleine jongen deze nachtmerries? Het was allemaal heel raar en ze wisten niet hoe te reageren. Om de paar nachten werd hun zoon krijsend wakker en ze beleefden heel wat slapeloze nachten. En niet alleen 's nachts, want het duurde niet lang of ook overdag begonnen ze zich zorgen te maken over hem. James was altijd gefascineerd geweest door vliegtuigen. Ze hadden hem een keer meegenomen naar een vliegmuseum en hij bleef maar terugkeren naar de afdeling over de Tweede Wereldoorlog, kijkend naar de gevechtsvliegtuigen daar. Thuis kon hij er ook niet genoeg van krijgen om met zijn speelgoedvliegtuigjes in de weer te zijn, ze te laten opstijgen vanaf de salontafel en dan op de meest dramatische manier weer neer te laten storten. Op een gegeven moment begon hij tekeningen te maken van vliegtuigen en specifiek van vliegtuigcrashes, altijd omringd door veel vuur en granaatscherven en vaak eindigend met een noodlanding in het water. Het is geen onderwerp waar een 2-jarige doorgaans over piekert en de ouders van James hadden geen idee waar hij die ideeën vandaan haalde. Hij tekende duidelijk zijn nachtmerries, maar waarom had hij die nachtmerries? Hij had niet naar films over vliegtuigrampen gekeken of er boeken over gelezen. Als geschoolde ouders hadden Andrea en Bruce altijd geprobeerd een geschikte leeromgeving voor hun kind te creëren, door geweld en zware onderwerpen bij hem weg te houden. Maar misschien hadden ze zelf iets over vliegtuigongelukken besproken en had James het opgevangen. Of misschien had hij tv gekeken terwijl ze er niet waren en was het kanaal op de een of andere manier op een oorlogsfilm of een gewelddadige serie terechtgekomen. Maar ze slaagden er niet in het te achterhalen en er leek geen logische verklaring te zijn voor de levendige beelden die James beschreef. Het was bijna alsof het herinneringen waren die op de een of andere manier naar boven kwamen. Herinneringen aan dingen die eerder gebeurd waren, dingen die James zelf beleefd had in plaats van het ergens anders opgevangen te hebben. Maar hoe kon dat? Hij was nog maar een kleine jongen van amper 2 jaar oud. Het meest verrassende aan de tekeningen van James was misschien wel dat hij ze ondertekende met zijn naam en naar het getal 3 achterzette. De meeste 3-jarigen weten niet hoe ze hun naam moeten schrijven om mee te beginnen en het getal 3 was voor zijn ouders zelfs nog een groter mysterie. Omdat de vader van James Bruce heette, was de jongen dus zelf gewoon de eerste James in het gezin. Waarom dan het getal 3, vroegen ze hem. Wel, antwoordde James, hij was de derde James, er was een James voor hem geweest en één voor hem. Je kan wel begrijpen dat zijn ouders zich nu echt zorgen maakten over James. Ze namen toen het besluit om hulp te gaan zoeken. Ze hoopten dat hierdoor hun zoon beter zou kunnen slapen en niet zo vaak per week die verschrikkelijke nachtmerries zou krijgen. Omdat hij niet goed kon uitrusten en zo van streek was, was het moeilijk voor Andrea en Bruce om hun zoon zo vaak in paniek en huilend te zien. En misschien konden ze op de een of andere manier een verklaring geven voor alles wat er gebeurde. Andrea sprak er met haar moeder, Barbara Scoggin, over en zij was het die een aanvankelijk vergezocht idee opperde: dat James misschien herinneringen uit vorige levens beleefde. Andrea was aanvankelijk een beetje sceptisch, maar had te veel slapeloze nachten met haar zoon meegemaakt om deze optie niet te overwegen. Dus verdiepte ze zich in de materie en vond de naam van Carol Bauman, een deskundige op het gebied van dit soort jeugdervaring. Carol had een boek over de kwestie geschreven, gebaseerd op haar onderzoek en ook persoonlijke levenservaringen met haar eigen zoon, die soortgelijke episodes en nachtmerries had gehad. Ze boekte een paar sessies bij Carol en Carol legde uit dat dit inderdaad vrij gebruikelijk was bij kinderen. Als we slapen, laten we onze waakzaamheid zakken en herinneringen aan vroegere ervaringen krijgen de kans weer boven te komen en met onze geest te spelen. Dit omvat ook herinneringen aan vorige levens, want Carol geloofde in reïncarnatie. Toen Bruce echter van haar ideeën hoorde, weigerde hij te luisteren. Hij was een overtuigd aanhanger van het christelijk geloof dat helemaal niet aansloot bij de begrippen reïncarnatie en meerdere levens. Maar toen hij de volgende keer met zijn zoon sprak over zijn dromen en wat erin gebeurde, sloeg bij hem de twijfel toe. James zou hem steeds weer vertellen dat hij neergeschoten werd door de Japanners omdat hij iets zag wat hij de grote rode zon noemde, en zijn gezicht verstrakte van de walging bij de gedachte. De Verenigde Staten hebben nu volledige vrede met Japan, maar dat was niet altijd het geval. Het was nog niet zo lang geleden, in de Tweede Wereldoorlog, dat de twee naties elkaar bestreden. Maar, dacht Bruce, hoe kon zijn zoon James daarvan weten? Wat was er aan de hand met zijn kleine jongen, die al die vreemde ideeën en visioenen in zijn hoofd had, waarvan zowel hij als zijn vrouw geen idee hadden hoe hij eraan kwam? Daarom ging ook Bruce de deur openzetten voor alternatieve verklaringen. En in de tussentijd voerde Andrea gesprekken met haar zoon over de ervaringen die hij had. Carol had haar geadviseerd dat praten over de dromen James zou helpen ze te verwerken. En dat hij dan de volgende keer minder bang zou zijn en hopelijk ook beter zou slapen. Het neveneffect van deze gesprekken was echter dat James de voorvallen nu ook steeds meer als echt zou gaan beschouwen, wat op zich natuurlijk verontrustend was. James vertelde zijn verhaal nu steeds gedetailleerder en noemde bijzonderheden zoals het merk van wat hij zijn vliegtuig noemde en specifieke kenmerken van het toestel en het marineschip van waar het was opgestegen. Het schip had de Natoma geheten en zijn vliegtuig was een Corsair geweest, die volgens James altijd lekke banden had en telkens als het opsteeg lichtjes naar links uitweek. De aanvullende details leidden ertoe dat Bruce eindelijk een historisch onderzoek begon. Ik bedoel, jij zou hetzelfde gedaan hebben, toch? James had al deze details toch niet zomaar uit zijn fantasie kunnen verzinnen, dus misschien zat er wel een kern van waarheid in. Uitzoeken of deze zogenaamde feiten enige grond van waarheid hadden, zou hen misschien helpen te verklaren wat er met hun zoon gebeurde. Er zou uiteindelijk 5 jaar uitgebreid onderzoek voor nodig zijn om de waarheid te achterhalen. Maar na ontelbare gedeclassificeerde documenten, interviews, online opzoekingen en militaire bronnen ontdekten ze dat alles wat hun zoon James hen verteld had waar was. Kippenvel! Ze vonden het schip, ze vonden de baai, ze vonden de eenheid met wie James zogenaamd was meegevlogen. Een keerpunt voor Bruce was het moment waarop zijn zoon op zijn schoot was gesprongen om tekenfilms te kijken, net toen Bruce een boek aan het lezen was over een bepaalde slag in de Tweede Wereldoorlog bij Japan. Op een gegeven moment wierp James een blik op het boek en zei tegen zijn vader: "Papa, dat is de plek waar mijn vliegtuig werd neergeschoten." Bruce was verbijsterd en begon echt te geloven in een of andere bovennatuurlijke verklaring. Naast het schip en de plaats bood nog een detail dat James hem gaf hulp bij het uiteindelijke opsporen van de werkelijke James II, die waar hun eigen James steeds naar verwees, degene die hij naar eigen zeggen zelf geweest was. De kleine James zei dat hij vroeger een vriend had gehad die Jack Larson heette, en nadat hij aanvankelijk gezocht had in de lijsten met namen van mensen die in de oorlog omgekomen waren, maar niets gevonden had, realiseerde Bruce zich dat deze Jack misschien gewoon nog in leven was. En inderdaad, nadat hij een Natoma Bay Association reunion had bijgewoond, ontdekte hij dat Jack Larson springlevend was. En via hem ontdekten ze uiteindelijk dat de James waar hun zoon al die tijd misschien naar verwezen had, een James M. Huston Jr., marinepiloot uit de Tweede Wereldoorlog was. Het vliegdekschip Natoma Bay had 21 man verloren tijdens een bepaalde operatie in de Stille Oceaan. En James was één van hen. De naam was Bruce bijgebleven, want zijn zoon had altijd gezegd dat hij zelfs James de derde was, waardoor James Huston Jr. de tweede was en James' vader de eerste. Het klopte echter iets niet. De bewuste operatie en de meeste operaties vanaf de Natoma werden blijkbaar niet ondernomen met Corsairs, de toestellen waar de kleine James het steeds over had. Bruce had toen nog een klein beetje hoop dat alles wat zijn zoon hem verteld had gewoon één groot toeval was. Maar nadat hij de zus van Huston en Huston Barron had opgespoord, vernam hij van haar dat James Huston, voor hij bij de bemanning van de Natoma Bay kwam, deel had uitgemaakt van een speciale elite-eskader dat Corsairs uittestte voor gebruik op vliegdekschepen. Bruce schrok opnieuw en hij en zijn vrouw twijfelen er nu niet meer aan dat hun zoon op de een of andere manier verbonden is met deze piloot uit de Tweede Wereldoorlog, James Huston Jr. "Ik weet hier niet het antwoord op, dus ik kan het ook niet verklaren," zegt Bruce. Er moet door dit alles toch een element van geloof zijn. Het kan nog steeds toeval zijn dat hij dit alles droomde, maar er zijn vreemde factoren waar je rekening mee moet houden. De bliksem kan 1 keer inslaan, maar als hij 8 of 9 keer inslaat kun je niet zeggen dat het toeval is. Elk detail dat James ooit in zijn dromen vermeld had, strookte met de werkelijkheid, dingen die hij onmogelijk zelf verzonnen kon hebben. Zijn nachtmerries waren geen gewone fantasieën geweest, het was het herbeleven van de manier waarop James II was heengegaan. Waarom of hoe een zoon verbonden was met de geest van deze James Huston, die neergeschoten was toen hij pas 21 jaar oud was, daar hebben ze geen flauw idee van. Misschien had zijn ziel nog onvoltooide zaken? Geloof je dat zulke dingen mogelijk zijn? Om de episode echter af te sluiten en misschien de geest van James te bevrijden, maakte de hele familie Leininger een reis naar Japan toen James 8 jaar oud was, om de plaats te bezoeken van waar het vliegtuig van James II was opgestegen. Ze gingen naar de baai waar het vliegtuig was neergestort om bloemen te brengen ter ere aan de man die daar gestorven was. De reis had een enorme impact op de kleine James en het leek inderdaad alsof er iets werd losgelaten. Zijn angstaanjagende nachtmerrie stopte hierna. Dus vertel me, geloof je in reïncarnatie? Indien je dat doet en je zou kunnen kiezen als wie je in je volgende leven komt, wie zou je dan zijn? Wat voor volgend leven zou je willen hebben? Laat het ons weten in de comments en vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven als je dit ook een geweldig verhaal vindt.